Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, zit met een grote uitdaging om een milieuautoriteit op te zetten. Het departement zal organisatorisch dan ook veel veranderingen ondergaan en het beleid zal aanzienlijk veranderen. Zo liet minister Silvano Tjonahing vandaag tijdens een persconferentie optekenen. Binnenkort gaat het eerste staatsbesluit naar de president om goedgekeurd te worden, zodat de operationalisering van de Nationale Milieuautoriteit een feit kan zijn. We hebben nog ongeveer 10 staatsbesluiten die binnen niet al te lange tijd moeten worden goedgekeurd voordat we daadwerkelijk kunnen praten van een milieuautoriteit. Een ander punt waar wij veel aandacht aan hebben besteed is de kwestie van milieufinanciering. Daar zijn op dit moment 5 modellen uitgewerkt voor milieufinanciering. U weet, in de gemeenschap is het vaak een heleboel te zeggen over dat het bos dat wij hebben omgezet moet worden in financiële middelen. En natuurlijk denkt iedereen dat dat simpel gaat, maar het is een hele opgave, omdat je een heel lang traject moet afleggen voordat die middelen gemobiliseerd kunnen worden. Tjonahing zegt verder dat het ministerie binnenkort een groot bedrag ter beschikking krijgt om milieuprojecten te financieren. Er is reeds een aantal gesprekken gaande met partners die samen willen werken aan het verbeteren van het milieubeleid in Suriname. Een eerste tranche van ongeveer $50 miljoen die opfront beschikbaar komt om milieuprojecten te financieren. De gesprekken die zijn nog gaande, dus we hebben nog niks beklonken in verband met de internationale dag voor het milieu op 5 juni. Wij hebben gemeend om die hele week te gebruiken om veel meer naar buiten te komen, veel meer in de pers te komen, om de gemeenschap veel vaker te informeren over de activiteiten die hier plaatsvinden. Tot nu toe zijn de meeste van onze activiteiten echt op het internationaal vlak geweest en een beetje minder naar ons publiek toe. Nu willen we dat omkeren. We willen, een van de pijlers in ons beleid is om het milieubeleid dichter bij de gewone man te brengen. En we denken dat wij op dit moment goed geoutilleerd zijn om dat veel actiever te gaan doen. Minister Tjonahing van ROM die zegt ook religieuze organisaties te willen betrekken bij het milieubeleid. Ook de scallions zullen worden aangepakt, waarbij vergunningen van verantwoordelijken niet zullen worden verlengd. Ook de activiteiten met betrekking tot kustbescherming worden volgens de minister herzien.